Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi. En vandaag ga ik iets anders doen dan anders, denk ik. Sinds een paar dagen ben ik de video's van Tim Holtz allemaal aan het kijken. En dit zijn de Christmas ideetjes. En daardoor dacht ik, ja, ik ga ook gewoon eens even aan met mijn mica steen en mijn oxide spray. Lekker gek doen. Dus ik weet niet hoe het gaat worden. Ik heb net een voorbeeldje gemaakt even om te oefenen. En dit is een beetje wat ik daaruit krijg. Dus ik heb daar een paar kleuren uitgehaald. En we gaan kijken of ik nog zoiets kan creëren. En dan gaan we wel verder zien wat ik ermee ga doen in mijn journal. Maar ik had gewoon zin om een beetje lekker met inkt te knoeien en te doen. En ik dacht, oh, ik neem jullie mee. Wordt niks. En wordt wel wat, dan is het goed gelukt. Dus veel plezier met kijken. En ondertussen, het wordt een kletsvideo. Ik ga gewoon ondertussen een beetje meekletsen. Zo, behalve de mat hebben we verder niet zo heel erg veel nodig. Ik pak hier even een papiertje uit. En Tim Holtz zelf doet dat natuurlijk op water. Zo, hoe heet dat? Watercolor paper. Ik ga het gewoon op deze doen. Ik heb een aantal verschillende Distress Mica sprays eruit gehaald. Deze waren van de Halloween collecties. Daar zaten ook een groene en een hele erge rode in. Als je hem schudt wordt hij wat minder rood. Die heb ik er even uitgehaald. En ook een paarse overigens. Die heb ik er even uitgehaald. En de rest erbij gepakt. En ik heb één oxide spray. Dus die ga ik zo meteen als basis doen. Die had ik nog niet geschud en de rest wel. Nou, zag ik Tim water sprayen. Nu is die van mij bijna leeg. Maar kijken of we nog wat uit kunnen halen. Super voorbereiding. En dan gaan we beginnen met deze. Dat heb ik net niet gedaan, dus dat is voor mij ook een verrassing. En eigenlijk wil ik hem wel een beetje gedekt hebben. Dus dit is wel een optie. Nou kan je natuurlijk ook nog heel dik zo spuiten. En dan een beetje je papier bewegen. Zodat het uitloopt, zodat je druppels krijgt. En je kunt kiezen om het nu te feunen, zodat het droog wordt. Ik doe dat nog even niet. Ik ga nog eventjes met flickering candle. Hij trekt straks wel weer recht hoor, het blaadje. Zo. Dus dan hebben we de basis een beetje. Ik wil hier ook nog een beetje. Ik wil niet eigenlijk geen kraft meer zien. Daar nog. Zo. En dan heb ik nog wat donkere kleuren. Het is dus elke keer weer een verrassing wat je gaat doen. Dit zie je bijna niet, dus daar heb je niet zoveel aan. Misschien eventjes nog deze hele donkere. Kijk, hij loopt daar ook uit omdat die krom ligt. Vind ik alleen maar mooi in dit geval. En als je heel zachtjes drukt, dan krijg je misschien wat druppels. Maar nu even niet, dus ik denk dat ik hem eerst even droog moet maken. En ik heb hier mijn doekjes liggen. Ik zie namelijk dat de andere kant ook een beetje nat is geworden. Ik heb voor Sinterklaas zo'n splatterbox gevraagd. Zo. Tim Holtz zegt altijd, je hebt een natte kant en je hebt een droge kant. Dus we gaan deze even verhuizen naar de droge kant. En dan ga ik hem even feunen. En dat kunnen we wel doorspoelen, dacht ik. En terwijl ik aan het feunen ben, dacht ik, goh, zou dat nou zo worden dat die kleur zo vervaagt door het kraftpapier? Dat zou natuurlijk best wel eens kunnen. Dus ik heb even mijn witte notepad erbij gepakt. Kijk of dat nog een beetje verschil maakt. Oh, die gaat echt vies worden. Waarschijnlijk een nieuwe voor te kunnen krijgen. Deze is wel B5.
Dat kan weg. Dat geeft niet, dan knippen we wel bij. We gaan hetzelfde proces gewoon nog een keer doen. Oeh, een beetje nat maken. Ik heb even snel stiekem ook nieuwe gehaald. Ik heb voor Sinterklaas ook dat ding van Ranger gevraagd. Oh, die splatterbox, dat zou wel een uitkomst zijn. Wat mooi zo. Kijk hoe harder je drukt, hoe groter je vlekken natuurlijk worden. We gaan hem toch even tussendoor feunen en kijken wat er dan gebeurt. Nou, het maakt niet uit of de achterkant vies wordt. Nou vind ik dit wel mooier dan op kraftpapier. Dus ik ga hier even mee door. En als we nou eens even nog die gele gebruiken. Om het papier niet zo wit te laten zijn. Dat is eigenlijk, hadden we eigenlijk een beetje eerst moeten doen. Omdat het een mooie ondergrond is. Je moet niet bang zijn om vies te worden in ieder geval. Dat is echt bijna niet te voorkomen. Nou, niet te voorkomen. Dus daar moet je niet bang voor zijn. Wel een beetje oké zijn. Nou zag ik Tim ook dit allemaal op laten zitten en laten nog sprayen voor een ander effect. Maar dat blaadje is een beetje te groot. Ik ga ook even weer feunen. Je moet wel geduld hebben bij dit proces in ieder geval. Ja, die druppel die wil maar niet droog worden. Zo, dan leg ik hem weer op mijn natte gedeelte. En dan gaan we eens even kijken of we wat donkere kleuren aan kunnen brengen. Dit is de Crooked Broomstick. Heel Halloween kleurtje. En ik heb ook nog Speckled Egg trouwens van de Oxide Spray. Dus wie weet kunnen we daar ook nog wat mee. Het is wel echt een beetje met beleid dit doen, maar dat heb ik niet echt. Dus dat is bij mij wel moeilijk. En ik heb ook nog een hele donkere kleur. Ik weet niet of ik het nu slechter maak of beter. Oeh, dus er bleef een druppel hangen. Oh, dit is wel leuk zo. Deze wil niet echt doen wat ik wil. Ah, ja, dat bedoel ik. En ik heb hier nog brushed pewter. Ik weet het niet zo goed zien. Oh, die zie je bijna niet. Dat was die van net. Kijk of die hier. Er hangt een druppie aan. Zo. Nou ja, en wat je dan kan doen is natuurlijk het ook nog weer een beetje nat spuiten. Misschien moet je dat pas doen als het dat droog is. Hier is het droog. Kijk, dan kan je natuurlijk weer een beetje nat maken, zodat het weer uit kan lopen. Dus kijken of we dat een beetje kunnen. Die grote stukken nu nog een beetje verdelen over. En die kant op wel het mooist. Het loopt van alles. Deze kleurencombi nou het mooiste vinden, weet ik nog niet. Hij is me nog iets te geel. Dus ik moet wel eventjes met een heftige kleur nog wat dingen doen. Voor mij is dit nog gewoon veel te licht. Ik heb eigenlijk wel een hele grote druppel. Er komt er eentje uit.
toch weer net te hard gedrukt dan, hè? Kun je hier ook nog... Oh, ik ga dat zo even oplossen. Ik ga eerst even feunen. Kijk, wat ik vind is dat dit nog veel te saai is. Zo kunnen we het ook oplossen. Maar ik had nog iets anders bedacht. Nou, maakt niet uit of die vies is. Zo. Maken we die een beetje. Nu is het een soort cheetah geworden. Kijken of het werkt zoals ik dacht dat het werkte. Nee, er wordt één grote troep. Dan zie ik dan Tim Hots doen en denk ik, oh nou top, dat kan ik ook. En bij mij wordt het dan één grote rotzooi. En dan probeer het andersom. Kijk, hij had gewoon dit zo een beetje op zijn... Oh, nou kijk, dat kwam ook nog goed. Op zijn sticky mat, of hoe dat ding ook heet. En dan ging hij dan heel voorzichtig zo... doorheen. Alsof het niks was. Oh. Nou. Je moet echt niet bang zijn om vies te worden. Of een heel bakje doekjes er doorheen te jagen. Dat is ongeveer wat ik nu aan het doen ben. Ik laat dat nog even liggen. Even weer drogen. Nou, nog twee grote druppels. Ik vind eigenlijk dat hij nog steeds te geel is. Ik ga gewoon iets geks doen. Wie weet wordt niks. Dan zien we dan. Nou, ik vind het niet eens zo heel gek. Ik ga deze even schoonmaken. Ik kan dit even drogen ondertussen. Doekjes, die vliegen erdoor. Het wordt niet eens meer lekker schoon met deze. Mijn bureau. Wat nou als ik deze erop gooi? Wat gebeurt er dan? Ik ga het gewoon doen. Oh, het ziet er heel mooi uit. Ik weet niet of jullie dat net zo mooi zien als ik. Ja, jammer dat het dan een rondje wordt. Dan hier een beetje... bochtjes eruit, dat ronde eruit. Ja, nou zie je niet echt meer dat het een rondje was. Ho, er zit nog van alles aan. Even eraf smeren. En je kunt natuurlijk hem nog een keer nat maken. Dan komen die druppeltjes weer terug. En dan zou je het nog een keer kunnen doen. Maar ja, ik wil niet weer dat... Oeh, ronde. Oh, ik zit echt... Ik ga zo eerst mijn handen even wassen. En dan krijg je weer die ronding van dat ding. Oh, wat word je hier vies van? Iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik helemaal niet van vieze handen hou. Deze grote vlek. Kijken of ik dat kan creëren dan hier weer. Ik kan natuurlijk ook gewoon mijn blaadje daar weer opgooien. En Archie en olive papier kan echt heel veel hebben, merk ik. Ik moet even groot schoonmaak doen. We hebben ook gewoon een wc-rol. Meestal voor mijn wax seals. Maar ik ga hem nu even voor dit gebruiken. Dan kan die ondertussen een beetje liggen drogen. Daar zal ik wel even een babydoekje voor gebruiken. En dan ga ik eerst zo even mijn handen wassen. Want ik raak nu van alles aan en alles wordt vies. En die mica steen die maakt dat het ook gaat glimmen en doen. Dus dat is wat ik eerst even ga doen. Dan kan deze ondertussen drogen.
Oké, ik moet nu ook wat in mijn journal gaan doen. Anders komt dat ding nooit af. Ik moet namelijk... Ik lig een beetje achter. Ik heb wel december gemaakt. Maar ik ben bij... Wat is dit? 24 en het is al 26. Dus ik moet er nu toch echt iets mee gaan doen. En dan gaat die kant niet lukken. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Oké. Ik dacht, dan moet ik iets met Sir Vagabond gaan doen. Of met alchemie. Dat is natuurlijk ook leuk. Verder heb ik hier dus nog niet zo heel erg over nagedacht. Zoals je ziet. Ik denk dat ik hier iets leuks mee kan. Oh, nou, die boekjes vallen bij mij ook altijd meteen uit elkaar. Ik zal even jullie zo. En zo een beetje naar midden. Ja. Ik wil eigenlijk dit gebruiken. Ik ben wel een beetje gescheurd. Dus hier ga ik even gewoon knippen. Dit wat op de zijkant. En eigenlijk dit stuk. Ja. Misschien is het wel leuk om deze een beetje gescheurd zo hier in de hoek te hebben. Die kant op als je de scheur wilt zien, kunnen we je ook wel even met distress doen. Dat je het zo scheuren. De vraag is me net, wil je dat? Oké, misschien moet ik hem gewoon opplakken en dan zien we wel. Ik denk niet dat hij met gewone lijm plakt, dus dat wordt een uitdaging. Want op kraft wil deze soms een beetje de pagina meenemen. En nu moet het wel in één keer goed, maar dat is niet zo heel erg. Zo. Ik denk dat het zo goed komt. En die mooie, zo. Zo. Dat moest ik even doorspoelen, want daar had ik natuurlijk al geschreven. Het lijkt net of hier een grote vlek zit, maar dat is niet zo. Dat is wel zonde als ik zo'n groot stuk gebruik, hè? Oh, ik weet het niet zo goed. Ik vind dit moeilijk. Nou heb ik dat gemaakt en dan weet ik niet of ik ermee moet. Walnut steen is dit, jongens. Toch echt niet mooi. Ik denk dat ik hem niet zo heel erg groot wil als deze. Misschien nog iets wat er onderuit steekt of zo. Maar wat? Ik heb nog deze van Lady Vagabond liggen. Ik heb natuurlijk vreselijk veel hier liggen. Maar daar had ik nog niet over nagedacht. Dat je gewoon een achtergrondje maakt en dan niet bedenkt van wat ga ik daar dan opmaken. Dat is ook wel weer echt... Oh, iets van mij. Oké. Okay. Ik denk dat dit zo eerst even vast gaat plakken. Dan zien we later nog wel weer wat we verder doen. Dit doe ik gewoon met action lijm. Oh, dit vind ik jammer. Dat moet niet... En deze kan ook gewoon wel met deze lijm. Zo, te mooi. Oké, nou, ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Ik kan hier ook nog natuurlijk wel een klein... klokje doen als ik die nou gewoon eens uitknip. Die is helemaal niet klein. Maar... Ik moet de raam zo ook even weer dicht doen. Want
wordt nu al heel erg koud en het waait heel hard. Die vind ik daar wel leuk. Deze heb ik zelf gemaakt met stempels die ik van Journal This had gekregen. Even het raam dicht. Kijken of dat lukt als ik aan het snoertje zit. Zo. En dan. Zit er nog iets in dit boekje waar ik iets mee kan? Deze is denk ik wel leuk. Misschien moet ik een keertje live met jullie gaan journalen. Dan kunnen jullie ook antwoord geven op al die vragen die ik dan steeds stel. Ja, die vind ik daar wel leuk. Doe ik even mee met deze. Plakt het wat beter. Zo. Nou, wat zou ik nou nog kunnen doen? Washi tape. Hier ligt nog wat washi tape. Die niet. Deze misschien. Zo. Deze ook nog wel leuk. Waar zit het begin? 73 en dan 76. Nee, dat maakt niet uit. Het was niet, heeft niks met volgorde te maken. Ik ben aan het mompelen. Zo. En dan moeten we nog iets op de andere kant. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Dus jullie vinden er vast iets van. Wat doen we dan? Oh, er is nog meer van het boekje natuurlijk. Op de andere kant. Oh, hier was die ook. Die zit er gewoon twee keer in. Oh, die is misschien wel leuk. Twijfel, twijfel, twijfel. Heel veel twijfels. Hier lijkt het wel een beetje op, hè? Dat is ongeveer wat ik overhoud, ja. Ook van de Lady Vagabond serie. Denk ik, dacht ik trouwens. Ik dacht, deze is het misschien wel leuk om niet in je journal knippen, Naomi. Ja, ik praat ook heel erg tegen mezelf. Aangezien er verder niemand terugpraat, praat ik wel tegen mezelf. Ik denk dat die leuker zo is. En dan misschien ook nog wel een beetje gescheurd. Maar ik vind dat bij rijstpapier niet altijd even mooi. Dit rijstpapier scheurt gewoon niet zo heel erg mooi. Kijk, dat bedoel ik. Nou, maakt het wel iets mooier. Meteen opplakken. Echt, als ik het niet meteen opplak, dan ga ik alles overal weer heen leggen. En mijn zusje zei, ik vind jouw unboxings heel leuk. Maar zodra jij 300.000 papiertjes steeds gaat verschuiven, vind ik het niet meer leuk. Dus Jen, zusje Gentle, voor jou niet te veel geschuif vandaag. Gewoon 1, 2, hoppakee, plak maar vast. Dit werkt waarschijnlijk niet. Ging toch verrassend goed.
En oh, laten we dat even alvast dit ook een beetje doen. Laten we deze maar gebruiken. Oh nee, dat was die gekke kleur die je bijna niet zag. Nou, misschien lukt het me zo. Oh, nou, daar zit al een druppie. Is misschien ook wel mooi om... Oh, jeetje. Het drupt hier allemaal vanaf. Zo. Nou, ik had toch nog geen schone handen. Ik kreeg ze niet meer schoon. Mijn journal is nu ook allemaal gedrupt. Niet zo geslaagd. Maar goed. Hebben we ook weer geprobeerd. Zo. Ik en de gelplate zijn ook nog gewoon steeds geen beste vrienden. Nou, dit ook even feunen. Gaat wat sneller. Als ik hier nog iets langs op plak, dan zou ik eerst eens even de datum opplakken. Donderdag. Donderdag. Nee, 25. En dan nog even op zoek naar november. Bijna op, maar dat geeft niet. November bijna voorbij. Zo. En voordat ik ook maar iets anders ga doen. Ook meteen maar even dit. Het gaat lekker knoeien, want het is nog niet droog. Dat geeft niet. Dan krijg je er alleen maar mooiere vlekjes van. Zo, we hebben dat alvast geregeld. Eigenlijk vind ik het dan nu best nog wel weer leuk geworden. Maar er moet eigenlijk hier nog een beetje iets. Maar wat, oh wat, oh wat. Wat hebben we hier allemaal nog liggen? Nog kleine stukjes van dingen. Nou, dat is misschien een beetje gek. En wat zijn dit voor... mini stukjes. Oh, dit is wel een leuk stukje. Ja. Niet voor daar. Oh. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat ga ik doen. Hieronder nog een beetje tekst. Ja, nu wil natuurlijk niet dat die mica steen die daar nog niet droog was. Nou ja, ik vind het effect best leuk. Dan moet ik het hier eens even droog maken. Je ziet wel dat er wat staat. Daar wou ik nog het woord alchemie doen. Oh, past precies. Alsof het ervoor gemaakt was. Ja, leuk. Zo, oeh, ah, niet aan mijn broek. Die ook weer schoon. En dan kan die zo meteen ook opgeruimd. Nou, dan vind ik het wel oké zo. Ik denk dat we er gewoon maar mee stoppen. Dus ik... alles valt vandaag, jongens. Ik hoop dat je het een leuke spread vond. Dat ik je weer leuke dingen heb kunnen laten zien. En
dat je snel weer gaat kijken. Ik laat hem nog even zo liggen, kan niet drogen.